Goedemorgen, middag en avond mensen. Ik ben nog steeds Poké Louder, dus nog steeds op je mooie beeldscherm. En vandaag zijn we met alle vloggers bij elkaar voor een mooie vlogbijeenkomst. Wat we vandaag gaan doen, gaan jullie zo meteen zien. Oh, we lopen nou even naar boven. Op dit moment hebben we een soort van workshop dat over vloggen gaat. We moeten nu 10 onderwerpen bedenken. En ik heb er nu al 8 en meneer Voets die is me nou aan het helpen. En iedereen is daar druk bezig met hun eigen ideeën allemaal opschrijven en zo. Nou jongens, ik ben hier met nog een paar vloggers. Hi. En we hebben net een mooie uitleg gehad en van alles. Veel dingen geleerd ook. Dat klopt. Nee, maar wat gaan we nou doen? Heb je nog een andere vlogger tegengekomen? Hoi! Zeg eens hallo tegen alle kijkers. Ik ben van de handel. Zes van de handel. Ik ben van marketing evenementen. En ik ga nou even op zoek naar alle andere vloggers, want ik wil even kijken wat die eigenlijk allemaal doen. En waar zij hun filmpjes over gaan maken, want ik ga mijn filmpjes maken over hun. Oké, mensen, ik heb eindelijk de uitweg gevonden. En nou nog de andere vloggers bevinden. En jou mensen, ik heb ze eindelijk gevonden. Ik zit halen. De medevloggers zijn hier zo. En ik heb natuurlijk ook even een vraagje voor jullie allemaal. Wat is het grootste verschil tussen jullie rugpannen en deze rugpannen? Nou, bij ons is het gewoon veel kleiner. Ja, wij hebben pas een nieuw gebouw, dus die van ons is gewoon heel mooi en modern. En? Ons is kleurrijk. Creatief. Wat vind je van deze dag? Van deze dag? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg lekker weer. Maar verder vind ik het wel gezellig met alle vloggers hier. En ik vind ze wel leuk om te zien. Om nieuwe kennis te maken. Ja, vind ik wel leuk. Dankjewel. Oké, op dit moment worden we meegenomen naar vormgeving. Ponky en ik zijn heel erg nieuwsgierig. Ja, zeker. Ik ben er wel één keer geweest, omdat een vriendin van mij hier ook op de opleiding zit. Maar dat is al een tijdje geleden, dus ik ga zien of het er een beetje is veranderd. Of gewoon precies hetzelfde is. We zullen het zo zien. Hoekje van beneden tot in Groningen. En elke keer worden gewoon wel andere dingen neergezet. Toevallig kleding, hoe ze eigenlijk voor winkels hun decor doen. Dus dat is wat ze doen. In een hele andere opleiding, dus meer kan ik hier niet over vertellen. Neef ik hoekje van beneden door in Groningen. Is er werk, neef ik. Nou, ik ben een paar vloggers tegengekomen. Ik heb een leuk gesprekje met ze gehad. Ik heb een mooie rondleiding gehad bij vormgeving. En meer heb ik eigenlijk niet echt meer te vertellen. Dus tot de volgende vlog. Doordat jullie weer komen kijken. En zoals altijd, Ponks out.